Forse kritiek is er op het stadsbestuur. Niet alleen vanuit de oppositie, maar dit keer ook vanuit coalitiepartijen. Het ligt er ook niet om. Eindhoven kampt met tekorten van tientallen miljoenen euro's. Dit jaar en als er niets gebeurt, ook volgend jaar. Luister eens, als je vorig jaar 50 miljoen te veel hebt uitgegeven, maar er waren nog wat potjes waar je uit kon putten, die zijn al leeg. Wat gaat er dan gebeuren? Dan zakken we nog verder het moeras in. En daar maken we ons echt wezenlijk zorgen over. We hebben wel een paar dingen die we moeten oplossen. En dat is onder andere natuurlijk een groot tekort op jaarrekening 2016. En ook in 2017 verwachten we nog een tekort. En dat teren we dus in op ons eigen vermogen. En daar moeten we wel snel iets aan doen. De accountant heeft gewaarschuwd. De rekenkamer heeft gewaarschuwd. Wij hebben gewaarschuwd. Maar ze zijn gewoon doorgegaan. En dat is zonde. Er is de afgelopen jaren veel te veel uitgegeven aan zorg voor onder meer ouderen en gehandicapten. Er werd bijvoorbeeld te dure zorg geleverd. Er werden meer mensen ondersteund dan nodig. En de stad ging in zee met veel te veel zorgbedrijven. En de gemeente had er geen controle over. De inkoop van zorg. Daar hebben we heel veel aanbieders, 400 aanbieders. En alle contracten zijn niet allemaal even goed uitonderhandeld, blijkt nu achteraf. Want er worden soms winsten gemaakt die schijnbaar toch te hoog zijn dan we in eerste instantie gedacht hadden. Nou, daar moet je dus scherper op worden als ambtelijke organisatie. Contracten waarvan tarieven zijn afgesproken, waar enorme winsten zijn geboekt in de zorgsector. En wij vragen ons echt oprecht af, is dat allemaal wel nodig? En het is gewoon maatschappelijk geld. En dat wordt gewoon eventjes weggegooid. Er moet dus uiteindelijk veel geld bij. Of flink worden bezuinigd om de tekorten in te lopen. Wij zeggen, ga nou eerst eens aan je uitgavenkant kijken. Kijk waar je minder kan uitgeven, zodat er gewoon geld overblijft. Dat we gewoon even plat zeggen, die mensen minder betaald voor het werk wat ze verrichten. De zorgaanbieders, de ondernemers. En dan houden ze nog een net rendement over. Maar dan maak je de eerste stappen al zonder dat mensen het in de stad voelen. Coalitiepartij PvdA denkt dat een deel van het tekort kan worden weggewerkt door geld op te eisen bij Eindhoven Airport. Dividend. De luchthaven maakt immers veel winst en de gemeente is een van de aandeelhouders. Er staat namelijk heel veel geld daar, eigenlijk wat ik dan noem, te slapen. Dat geld staat daar en er gebeurt niks mee. En wij hebben het in de stad hard nodig om goede dingen voor de stad te doen. Dat geld is bedoeld om Eindhoven Airport te verbeteren, uitstoot te verkleinen. En daar is heel veel geld voor nodig. Om dat nu te zeggen, wij hebben een tekort. Dus laten we dat maar dan besteden aan tekorten die wij hebben gecreëerd. Dat vind ik echt een brug te ver. Over 3 weken komt het stadsbestuur met voorstellen hoe de financiële problemen moeten worden opgelost.